Bij deze tutorial van Photopia. In deze tutorial ga ik laten zien hoe jij je afbeelding opslaat, zodat je hem later weer kan bewerken en hoe je hem exporteert, zodat je hem kan inleveren bij je docent. Mijn afbeelding is klaar, ik ben tevreden en ik wil hem opslaan. Nou, we gaan naar bestand. En bij bestand kan ik klikken op opslaan als PSD. PSD staat voor Photoshop Document. En dat betekent dus dat je het document altijd nog een keer kan bewerken. Nou, bij mij slaat hij hem eigenlijk gelijk automatisch op. Onder de naam die ik heb bedacht. Als ik op dit driehoekje klik, kan ik zeggen Toon in Finder. En dan zie ik dus waar hij hem opslaat. Nou, hij zet hem bij mij automatisch in de map Downloads. Waarschijnlijk doet hij dat bij jou ook. Ik zet hem dan altijd zelf even in een mapje dat ik hem kan terugvinden. Dus in dit geval zet ik hem even bij mij op mijn bureaublad. En zo, ik zal het laten zien. En ik ga namelijk echt even naar mijn bureaublad. Zul je zien dat hier mijn documentje staat. Als ik op dubbelklik, opent hij hem bij mij op mijn Photoshop zelfs. En dan zou ik hem in Photoshop nog kunnen bewerken. Goed, maar wij gaan niet met Photoshop. Wij werken nog in Photopea. Ik zal deze even afsluiten, want anders leidt hij ons heel erg af. Dus opslaan is gewoon niks meer als bestand opslaan als PSD. Komt hij in je mapje downloads en zorgt ervoor dat je hem dan ergens bewaart waar jij hem later kan terugvinden. Op het moment dat jij tevreden bent over je werk, je hoeft er niet meer aan verder te werken de volgende les en je gaat hem inleveren bij je docent, dan ga je hem exporteren. Je gaat weer naar bestand en je zag hem al staan, dan ga je exporteren als. Je ziet verschillende documenteninstellingen. PNG is als je een afbeelding hebt die transparant is aan de achterkant. In mijn geval geldt dat niet, want ik heb een hele achtergrond. Je kan hem exporteren als JPG. Dat is eigenlijk gewoon een wat gecomprimeerde variant als SVG. Dan kun je hem ook openen in tekenprogramma's. Een GIFje, dat doe je als je er een soort van beweging in wil maken. Of als PDF. Wij kiezen voor PDF. Nog een keer op klikken. Dubbelklikken. Dan zegt hij opslaan voor web. Hier kijk je even nog een keer naar de indeling. Nou, wij kiezen dus voor PDF. Er zijn dus nog meer mogelijkheden, maar we kiezen voor PDF. PDF zorgt ervoor dat er eigenlijk niks meer aan veranderd kan worden. We zeggen opslaan. En ook dan zet hij hem automatisch in het mapje downloads. Goed, zorg ervoor dat jij hem weer ergens opslaat waar je hem kan terugvinden. En zorg ervoor dat jouw PDF ingeleverd wordt bij je docent.